U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland, maar de satellietfoto ziet hij niet echt. Dat zijn lage wolken. En die lage wolken die hinderen de zon west van het, tijd tot tijd, met name in het noordwesten van het land. Maar tussendoor schijnt ook wel af en toe de zon. Vanochtend temperaturen van 10 tot 13 graden. Bij wind die uit de noordelijke richting waait, zwak tot matig is, kracht 2 tot 3. Vanmiddag kracht 4 langs de kust uit het noorden. En dan houden we dat gemengde beeld met af en toe wat wolkenvelden. En soms wat zonneschijn tussendoor. 11 tot 16 graden, vanavond daalt de temperatuur naar 9 tot 12 graden. En geleidelijk aan beginnen opklaringen toch weer terrein te winnen. Wind wordt meer noordoostelijk. En morgen zien we dat dan op meer plaatsen. Noord- tot noordoosten wind, vooral in het midden en zuiden. De zon in het noorden, misschien nog wat wolkenvelden van zee. En het wordt 14 tot 17 graden. Temperatuur gaat vrijdag omhoog, wind wordt dan zuidwestelijk. En dan loopt het kwik op naar zo'n 20 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. En 16 in het uiterste noorden. De buienkans neemt langzaam toe, maar waarschijnlijk pas laat in de avond. In het weekend is het dan wel wisselvalliger: met vaker buien, af en toe wat zon tussendoor. En een temperatuur die weer een stap terug doet. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.